Welkom aan de vertegenwoordigers van gebruikers van het pand, de EHBO, Diagnovum, HeartSafe, Rode Kruis natuurlijk en onze buren van brandweer en politie. Eigenlijk had ik hier niet moeten staan, maar Anton. Helaas zijn we ontvallen door corona en vanuit ons hulpverlenershart raakt ons dat diep. Wat gaat Paraver nu doen, zullen veel mensen in Oostenrijk zich afvragen. Jarenlang zijn als Rode Kruis Oostenrijk hier activiteiten uitgevoerd. Maar zoals veel organisaties heeft ook het Rode Kruis een traject doorlopen om te beoordelen of ze nog wel hun oorspronkelijke doelen zijn gebleven en hoe ze dit efficiënt organiseren. Het Rode Kruis wil de noodhulporganisatie zijn in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd. Daarin passen de sociale activiteiten zoals welfare, creatieve groep, dagtrips en vakanties niet meer. Het lokale Rode Kruisbestuur heeft toen besloten om deze activiteiten niet af te stoten, maar onder te brengen in de lokale stichting Paraver. Op zaterdag 14 mei heeft burgemeester Hans Janssen bij een aanwezigheid van een 60-tal genodigden de officiële vlag in de top gehezen bij het pand van Paraver aan de Blokshekken. Paraver Oosterwijk organiseert ontspanningsactiviteiten voor onder andere mensen met een beperking en voor kwetsbare mensen. Deze stichting is in september 2019 opgericht door de helaas inmiddels overleden Anton van Tuyl. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog even nagepraat en vooruitgekeken naar de komende activiteiten. Typische activiteiten van Paraver zijn uitstapjes met de bus en boottochten voor inwoners van de hele gemeente Oosterwijk die om bepaalde sociale redenen daar anders niet toe in staat zijn. Paraver blijft op zoek naar sponsoren en vrijwilligers die daar ook graag aan mee willen werken. De vrouw van Anton van Tuyl was ook aanwezig. Geëmotioneerd ontvangt ze een portretfoto van hem als eerbetoon.